Het was inhoudelijk waardeloos. Stompzinnig. Ik heb dat er wel eens verteld. Dat, dat, dat ze, dat ze dat kwamen Nou weet het? In 1914. Zeiden: Ja, jongens. We slaan de Eerste Wereldoorlog over. Want Nederland was niet betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Nou ja. Echt waar. Wij waren toen. Ja. Derde klas gymnasium is dat. Daar waren toch, ik was niet de enige die protesteerde. Maar dan meerdere jongens zeiden: Ja, juf, dat kan echt niet. Daar nou had ze niks mee te maken. Eerste wereldoorlog vloegen we over. Het verlossen, kunt u mij horen? Ja, lieve luisteraars, vandaag van alles wat in deze aflevering van de podcast. Straks, Maarten, ga jij vertellen waarom jij nooit in een uh, taart wil snijden waar jij met je hoofd op staat. We gaan het hebben over jouw geschiedenis, juffrouw. Uh, Oekraïne komt natuurlijk voorbij. En we beginnen met kleuters. Er is namelijk een vraag binnengekomen. Wat vindt Maarten van kleuters? God, ik ben dol op kleuters. Ik was toevallig bij een, bij een school in, in. Want waar was het? Kulemborg geloof ik, vroekum. Een nieuwe school. En ik keek daar naar binnen en zo lokaal als groep 1. Het zijn zulke schattig. Denk ik. Altijd denk ik bij mezelf: hoe is het toch mogelijk dat ontzettend leuke kinderen veranderen in zulke strontvervelende volwassenen? Hoe, hoe komt dat nou toch? Zelfs als ik... Ik heb foto's van mezelf waar ik vijf ben. Dat je denkt, wat een schat van een jongetje. Hè. Wat is er nou toch misgegaan? Dat ik, dat ik al die aardige mensen die naar VI kijken zit te beledigen. Dat is toch... Dat had dat, dat jongetje niet gewild, denk ik. Ik zou dol graag... Ja, ik ben natuurlijk wel een beetje oud als zij instromen. Maar ik, ik vond het juist enorm leuk om een paar lessen te geven... op die lage school van mijn kleinkinderen. Oké. Okay. Wat heb je ze verteld dan? Nou, ik zou vertellen hoe de televisie werkt, maar dat viel nog om de drobbel niet mee. Omdat, ja, het, het waren, dat zijn al waren geen kleuters meer, dat waren kinderen, denk ik, van een jaar of tien, elf. Ja, je moet het toch op, je moet een heel ander soort van woordgebruik, zinsconstructie. Het, het, ja, je moet enorm oppassen met kinderen met metaforen, omdat ze het niet, ze nemen het letterlijk. In plaats van dat ja, ze begrijpen van metafoor is natuurlijk al een hele kunst. Dus ik vond, ik vond het moeilijk om, om het duidelijk te maken. Kijk eens nog TV. Er kwam nog bij dat het ontzettend veel kinderen waren. Wel, dat heb ik wel eens verteld, geloof ik, wel dertig of zo. En dat er heel veel ontzettend lieve, bedeesde meisjes in de klas zaten. Maar ook zo'n groepje van die ontzettend schreeuwerige jongetjes. Dat je denkt: oh jee, hier gaat het al mis. Ja, ik, ik moet me nu. Vol op de rem om niet te zeggen waar deze jongetjes tenslotte eindigen. En met welke tv-voorkeuren ze ongetwijfeld ook eindigen. Eh, dat je denkt, jongens, hou nou eens even je paparazies. Eh, nou ja. Hoe ben je daarmee omgegaan dan? Ben je boos geworden? Nee, ik, nee, 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 ik was daar helemaal niet boos. Nee, ik werd enorm ondersteund door de juf. Dat was die juf met die verschillende kleuren haar. Ook verteld, toch? Of niet? Nee. Oh. Ja, die juf had elke week een andere kleur haar. En dat vonden de kinderen geweldig. Dus heb ik ook overwogen om voor de podcast elke week een andere kleur haar te nemen. Maar ik weet niet of je het kunt zien op het cameraatje. Is het een zwart-wit cameraatje of Nee, kleur? het kleur wel. Het is wel kleur. Ja. Dan zouden we eens kunnen experimenteren. <laughs> Toen ik er was, had ze groen haar. Oké, okay, maar wel leuk dat je dat doet. En de vraag die je ook nog stelt is, ja, die klassen zijn die niet te groot? Veel te groot, joh. Echt dat we toch dat daar we, die, daar heb ik me al eerder voor volgens mij over uitgelaten. In, in de klas waar ik in zat op de lagere school, ik ben in 1950 naar de lagere school gegaan, daar zaten ruim 30 leerlingen in. Maar daar heerste een ijzige discipline. Want ja, dit was de tijd nog dat er overal ijzige discipline heerste en en oh je iets deed wat niet mocht je, je, joh, je moet dan als je het bord schoonmaken, dat was een, een eer. Als je het bord schoon mag maken. Terwijl, denk ik, je tegenwoordig tegen die kinderen zegt: wie wil het bord schoonmaken? Dat ze roepen: doe het zelf maar, hè, ouwe lul. Zoiets of zo. Denk ik, weet ik niet. Um, en nu zijn we vergeleken met 1950 zeker vier tot vijf keer zo welvarend geworden als we waren. En hoe groot zijn onze klassen? Een man of dertig. En dan moet je ook nog via die, 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 de aangepaste onderwijswetgeving, moet je, wordt dan ook van die onderwijzers verwacht dat ze nog moeilijk lerende kinderen in die klas opnemen. En Waar je extra aandacht aan moet besteden. Je hebt er al dertig, die vaak ook van wisselende niveaus zijn. Alle gevolgen dien. Ik probeer ook steeds zo'n bedeesd meisje aan het woord te krijgen, in plaats van die, die schreeuwige jongetjes. Ik die, ken jongetjes allemaal. Je vond je niet leuk. Nee, later heb ik ook nog een les gegeven. Dat was, dat ging, ze hadden toen een opdracht enge verhalen vertellen. <laughs> Sommige van die jongetjes, die konden ons ook ongelooflijk amusante enge verhalen vertellen. Over krokodillen die de, de, de trap op kwamen thuis en zo. Het was echt, ik heb me daar geweldig geamuseerd. Hi Maarten, kun je ook eens iets vertellen over kunst en kunstenaars? Ja, dat wil ik graag doen. ja. Ik wil er wel bij zeggen dat ik nogal een behoudende uh, kunstsmaak heb. Uh, dat geldt in het bijzonder verschilderij, maar ik ben, ben graag bereid om uh, iets te zeggen over mijn voorkeuren op dit gebied. Door de, door de eeuwen heen, wanneer het begint en, en uh, wanneer ik er moeite mee begin te krijgen, want dat is wel zo. Ik wil wel een voorbeeldje geven, ben ik een, een groot liefhebber van onze landgenoot de koning. Niet waar? Een van de beroemdste schilders van het abstracte expressionisme. Nee, dat ben ik niet. Toe women, dat hoeft voor mij niet zo. Ja, Die zijn namelijk. Vol... Jij ja, ziet er wel op verf, maar die, die vrouwen zie je eigenlijk niet. Uh, maar daar wil ik best iets over zeggen. Ja. Schrijf een brief en dan, dan uh, moet er wel een beetje, een beetje uh, enthousiasme in de brieven doorklinken. Van, uh, dan, uh, dan ga, ik er, ga ik, er graag, wil ik er graag elke week aan. Aandacht aan besteden. Al was het maar alleen mijn favoriete schilderijen. Dat is ook zo gek bij schilderijen. Dat ik dat. Ook als je ze vijf keer hebt gezien. Er zijn allerlei musea waar ik ondertussen misschien wel tien keer of vaker ben geweest. En dan ga ik toch altijd weer kijken naar de schilderijen die bij het liefste zijn. En het verveelt. Je denkt nooit van. Nou ja, nu heb ja, ik het wel gezien. Waarom een kleren dingen eigenlijk? Nee, het is altijd weer. Je kunt er altijd opnieuw naar kijken. Maar nu niet meer, want je komt niet meer met de museumkaarten naar binnen. Ja, je weet dat ik na mijn protesten hier via dit toestelletje, heb, heb ik onmiddellijk telefoon gekregen dat het in orde gebracht zou worden. Oh, echt. En dat de betalingswijze dat die aangepast zou worden, ook aan, aan, de, aan de wensen van Ram de Biele bejaarden. Want je was toen ontstemd over dat proces. Ja, belachelijk zeg. Ik moest ineens. Het ging altijd automatisch. En ik moest ineens een account aanmaken. En inloggen. Ja, daar heb ik zo een zijn aan, een zulke onzin. En de QR-code, die deed het niet? Nee. En toen, nee, maar ze hebben er onmiddellijk werk van gemaakt. De verleiding is steeds groot om, om misbruik te maken van mijn positie als, als podcastmaker. Ik ben nu ook met zo'n proces bezig. Nou, als het nog langer gaat duren, dan beloof ik je. <laughs> een half uur woedende tirade over deze godvergeten onzin. Niet de Nederlandse overheid, je, waar de Nederlandse overheid je toe dwingt. Het gaat niet over de zonnepanelen. Nee, dat gaat niet. Nee, nee, nee. dat was eigenlijk uh, vlot voor elkaar. Oké. Okay. Maarten, ik was in Herenveen. Daar was je deze week. En we hebben een anekdote gemist, namelijk over het theezakje van Prins Charles. Oh, ja, dat hebben we mee. Of je dat nog eens kunt vertellen. <laughs> ja, ja, ik begrijp het. Ja. Marjolein en Luc van Dijk. Want ik had een kopje thee op een staattafeltje, dat heb ik altijd. En ik begon daar met dat het, 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 het theezakje, dat het moest er nog ingehangen worden en zo. Dat was het, het hele proces moest nog doorlopen worden. En ja, bij het proces kan ik meteen ook een leuke anekdote vertellen. Maar kennelijk, eh, ben ik gewoon vergeten de anekdote te vertellen. Die op zichzelf ook nou weer niet dolkomisch is, maar toch wel leuk. Dat Prins Charles, oh ja, nu begrijp ik het. Ik, Prins Charles, want daar gaat het over, die was op bezoek van Reagan. Maar toen ik Prins Charles zei, zei ik natuurlijk van ja, nu King Charles. En, en weet u wel uh, hoe het met, met Karel I is afgelopen? Die is namelijk ons hoofd. En Karel II. En zodoende ben ik helemaal vergeten om iets verder over Charles te vertellen. Wel, nu Charles zat in het Witte Huis. En hij kreeg thee geserveerd. Maar je voelt, je voelt al hoe dat ging. Zoals overal in Amerika krijg je een glas warm water. Niet waar? En een theezakje. En hij heeft het niet aangeraakt. Nou, en Regen was echt geschokt en zo. Dat, dat, dat die, die, die thee. was die ook niet te vragen: is er iets mee of zo. Maar ja, een, natuurlijk, een, een Engelsman. een deftige Engelsman. die, god beter, het glas warm water krijgt. met zo'n lullas zakje erbij. Eh, waarvan mijn vader altijd zei: dat je de restanten. niet waar van de, van de thee. de theeblaadjes die ze in de fabriek eh, verwerkt hebben op in een doos. En wat er op de vloer ligt, dat wordt opgeweegd en in die zakjes gedaan. Uh, nee, dus zij was diep verontwaardigd. Ja, je zet ook toch een Engelsman geen, <laughs> geen, geen glas. Ik vind het al een glas warm water. En dan heb je nog van die, van die, van die mensen, ik wil ze nou ook, eh, voordat je het weet, zeg je allerlei discriminerende dingen, die dan in dat warme glas water dan allemaal nog zo'n bosje hoenspul He? Of een stukje gember gooien. Nou, dat is allemaal zo ver verwijderd. Kijk, ik heb geleerd om thuis sterke thee te drinken. Dus je zet hartstikke sterke thee. En dat doe je dan in het kopje. Doe je een beetje suiker en dan doe je melk eerst. Milk in first. Mif. En dan schenk je die verdomd sterke thee erin. En Dat is ontzettend. Die combinatie is hartstikke lekker. Maar ja, dat, 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 dat wordt nergens aangeboden. Ja, misschien een deftige theesalons, ik heb geen idee. Maar dat wordt in feite nergens aangeboden. Mijn grootmoeder, die Engels was, zette elk half uur nieuwe thee. En dan is het lekker. Elk half uur zetten ze oersterke nieuwe thee. En dan krijgen wij een glas water met zo'n zakje erbij. Maarten, ik volg je al ver voor 9-11 en ik luister er met veel plezier naar je podcast. Ik zag een foto in de Vara-gids. Waar is je lievelingsoutfit zwart? En dan komt deze foto daarbij. Ben ik dat? Ja, ik zal ook te kijken. Nee, die dat staat... kan niet, dat is iemand anders. Ja. Of het is ook weer gemanipuleerd. Ik dat denk kan dat ook het, dat het die fake is, inderdaad, ja. Ik, ik heb nog nooit van mijn leven een sfeeretje. Ik heb ook sokken aan, volgens mij, die niet deugen. Ja, witte sokken heb jij. Ja. ja, joh, kom op witte <laughs> sokken. Ja, nooit van mijn leven een witte sok bezeten. Is oplichterij, je wordt gewoon belazerd. Ik word een volledig vals beeld van je geschetst. En dat ik een oven heb met korte mouwtjes, is uitgesloten. Uitgesloten. Maarten, met veel plezier luister ik naar de podcast. Ik reageer nooit op wat ik hoor, want ik wil niet graag voor dom versleet worden. Ik breng uit ervaring. Uh, toch wel graag wat nuance aan. Sinds vier jaar heb ik een Tesla Model S. En ik woon op Sakintos in Griekenland. En ik ga nu al meerdere malen per jaar op en neer van Griekenland naar Nederland. Zonder enig probleem met de Tesla. Superchargers die brengen me gratis op en neer. En dat de zoon van Maarten het niet aandurft naar Wintersport Midden-Europa te rijden. Zegt meer over hem dan over Tesla. Ik kan zonder problemen door heel Europa rijden. Ja, het zou kunnen. Ik zat het dan zo aan mijn zoon vragen. Maar hij had er. Slechte ervaringen mee. En ik moet zeggen. Dat vertel, ik vertelde aan deze en gene personen. Dat hij dus mijn auto leende voor de wintersport. En deze en gene personen zeiden ook. Ja, die hadden ook wel kennissen. Die, die, je zit in Frankrijk toch met een dun, een dun net. Kijk, hij, hij rijdt natuurlijk op een. Het eh, hangt een beetje af waar hij rijdt en hoe hij rijdt. En, en een wintersportdorp eh, is natuurlijk weer wat anders. Dan wanneer je gewoon de vierbaanswegen rijdt en, en daar wacht op, de juiste, op het juiste station. Ja. Lijkt mij althans. Ik heb er totaal geen verstand van. Ik kan me wel voorstellen, als je Tesla rijdt, wil je ook dat, dat je er ver mee kunt rijden. En dat het allemaal goed voor elkaar is. Want het is jouw auto, dus je bent een beetje chauvinistisch. Ja, maar ik weet ook. Hoe heet het? Die vertelde mij ook toch. Ook een van de allereerste Tesla. Die had ook zo'n grote Tesla, niet zo'n type 3. Een van de allereerste Tesla-kopers, die zei toch ja. Vertelde hij mij heel trots. Ik ben naar Parijs geweest met de Tesla. Zo van: Nou, dat is zo'n godswonder. Maar goed, dan, dan moet je dus zeggen: je reis moet gepland worden. En de Tesla waarschuwt je dus: van, Je moet nu wel zorgen dat je denkt, want, nou ja, dat is een heel uitgedacht systeem in feite. Ja. Martin, ik was lange tijd niet tevreden over het aanbod van Netflix, zegt iemand, maar. Uh, ik moet nu toch wel mijn uh, mening bijstellen, want er is iets veranderd. Er zijn een hele hoop oude Italiaanse, Scandinavische en Engelse en Franse films te zien op Netflix. Dan stuurt hij een hele lijst mee. Tim van Broekhuizen. Oh, nou goed, moet laten even maar door. Maar nu had ik laatst zag ik ineens staan een website waar je een, een streamingsdienst waarbij je oude Europese films uh, kon bekijken. Ik denk, ah, dit is geweldig. Kostte geloof ik 9,75, een heel normale streamprijs. Streamingsprijs. En ik heb het, ik heb het natuurlijk zoals gewoonlijk weer heb onmiddellijk geprobeerd. Het werkte voor een meter. Oh. Ja, ik kan het maar even opzoeken. Het werkte voor een meter. Het zal ongetwijfeld aan mijn ongelooflijke onhandigheid op dit terrein hebben gelegen. Maar ik. ik nou ook, ook iets wat ik. Alleen ik heb volgens mij. Dat ik nog zeker weet dat ik mijn paaswoord niet heb veranderd. Ik vul het goede paswoord in. Sterker nog, als je, als je dan je e-mailadres e intypt, dan vult hij zelf automatisch het daarbij passende paswoord in. En dan krijg je zo'n boodschap van paswoord onjuist. Ja, wat dan? Ja, dan zeg ik toch zorg je de pot op. Bericht uit de New York Times, Year 2 of the Ukraine War. Is going to get scary, zegt uh, Max. Of je dat gelezen hebt in de New York Times. Nog niet, maar, maar het, ja, dat, 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 niemand weet wat er nu gaat gebeuren. Ja, sommige mensen zeggen dat het offensief is al gaande. Nou, dan is het niet erg uh, omvangrijk. Uh, sommige mensen zeggen het moet nog komen. Uh, nou, kortom, het is onduidelijk hoe de zaak grootschalig zal worden voortgezet. Ja. Yeah. Het in ieder geval dus een, een artikel te zijn waar in ieder geval dat angst aan jagen is, zegt uh, Max. Maar Hoi Maarten, groot fan van je. Het duiden van de wereldproblematiek en het relativeren geeft me rust. Uh, ik zou wel benieuwd zijn wie Maarten geschikt acht om de puinhopen van het neoliberalisme weer op te ruimen. Ja, ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk niet precies weet. En mijn indruk is, is uh, dat niet dat de VVD al zover is dat, ze, dat de partij beseft... Uh, ...dat er een hoop schade is aangericht en dat dat gerepareerd moet worden, mensen inziens. Maar ja, het CDA is een stervend uh, kameel. Uh, ik weet niet hoe je het zou moeten beschrijven. Een groot dier wat niet lang meer te leven heeft. Hoekstra probeert het wel, hè, met de dienstplicht. Ja, die alweer... maar goed, dat dit, de dienstplicht, dat is nu ook een modieus themaatje... Dat we, ...dat we allemaal een sociale dienstplicht moeten vervullen. Meisjes en jongens, het spijt me verschrikkelijk... En, en, en het is natuurlijk voor een links iemand is het schande dat ik het ga zeggen. Ik vind, eh, ik vind dat een jaar lang vrijheidsberoving zonder een werkelijk dringende maatschappelijke noodzaak. Daar moet je niet aan beginnen. Hm. Ik heb vier maanden in dienst gezeten daar. Hè? Ook, ook een, een dringende noodzaak, althans toen. Eh, het, het is echt zo'n zo zonde van je tijd. Zou elkaar kunnen? We kunnen absoluut niet. Garanderen dat, dat, dat mensen ook een jaar lang zinvol werk kunnen doen. Er zijn allerlei misstanden ons. aquatom. ik vind dat niet verstandig. Nee. Zou kaag het kunnen? Ik heb geen flauw idee. Vertrouw je ja, nee. daarnaar? Bij, bij, bij succesvolle politici is het eigenlijk altijd zo dat dat pas blijkt in de praktijk. Als je, als je kijkt naar toen Merkel aan de macht kwam, hè, dat wat dus nu 16, sorry, 17 jaar geleden is. Dat was toen op het nippertje, hè, dat was toen tegen Schreuder. Schreuder zei ik heb eigenlijk gewonnen, maar dat bleek al niet zo te zijn. En, en, ja, met veel moeite is het, eh, Merkel toen aan de macht gekomen. Ja, dat, en dan, dan word je stap voor stap word je, word je iemand die het vak in de vingers krijgt. En je hebt erbij die het nooit leren, die ook waardeloze politici zijn, die ook in no-time afbranden. Een talloze voorbeelden van te vinden natuurlijk. En je hebt, ja, nou, Merkel heeft er 16 jaar gezeten. Maar als je van tevoren had gezegd van nou dit is de meest succesvolle Duitse kanslerin uh, ooit, dan uh, zou men nou, er nou geloven niks van. Ook nu wordt ze natuurlijk weer afgebrand omdat ze in principe wel Poetin dacht dat, dat, dat Poetin op, althans op het punt van energieleveranties te vertrouwen was. Iemand heeft het ook over kweekvlees. Uh, vorige keer, uh, vorige ja. keer heb je dat wel dus gehad, maar dat schijnt nog helemaal niet uh, uh, er te zijn. Kweekvlees, zoals dat van Moza Meat in Maastricht, is nog verboden in Europa. Zelfs onderzoekers mogen niet eens een stukje proeven. Dus je hebt geen kweekvlees geproefd. Oh. Oh, nou ja, het was een experimenteel stukje vlees, begrijp ik. Lopke zegt dat. Lopke, dus, uh, oké. Okay. Ja. Misschien ja. heb ik iets verbodens gegeten. Ja. Dan Mammoet, noemde jij de vorige keer. Ja, Mammoet, wat is dat? Er was ineens iemand met een jas, stond Mammoet op. Ma <laughs> mammoet is een bedrijf die hijskranen en offshore materiaal verhuurt. Dus uh, heel veel mensen... Maar kennelijk ook uh, windjacks maakt. Ja, maar mensen die daar werken hebben dat dus als, als bedrijfskleding, als herkenning op hun shirt staan. Oh, dat is het. Ja. Sven van, uh, Uitspijkenissen. Sven de uh, Sven okay. Het is net alsof ik eens een windjack zou hebben aangehaald van Universiteit Utrecht, UU. Ja. U. Ja, precies. U, u, ja. ja, dat had ik geweigerd. Ja, er was ook nog iemand die stuurde een berichtje door. We hadden het de vorige keer. O, iemand die zei, er moet een nieuwe naam komen voor belastingen. He, dat moet worden. Ja, dat heb ik gezien, ja. Er was een soort van um, uh, ja. petitie over gestart of ja, zo. Ja, ja. Ik vind het ontzettend sympathiek, maar uh, ik zie het niet gebeuren. Oké. Okay. Nou heb ik ook nog in gedachten dat jij iets over een boek van oorlogen zou doen. Ja, dat had ik voorspeld. Maar je hebt gemerkt, dat is er niet van gekomen. Nee. Dus dat komt of volgende week. Eh, of het zou ook misschien kunnen we. Want we hebben binnenkort weer zo'n bijeenkomst in Tivoli, toch? Ja, daar belde iemand mij over of van is het over Twee weken. Iemand belde mij vrijdag en die zei: ja, Jullie moeten iets eerder komen. Dan kunnen we het geluid, we het geluid beter testen. Oh. oh. Nou ja, vorige keer. En ik mocht niemand oproepen, ze dus waren heel boos. Niet meer oproepen op de foto, want dat was absoluut niet de bedoeling. Tiefelief was heel boos ja, geweest. Ja, dat heeft nog drie kwartieren geduurd. <laughs> ja. Ik heb 300 mensen die op de foto waren. Maar wouden. wat wij niet hebben gezien schijnbaar, er waren ook mensen die slechte benen waren. en Die zaten in een rolstoel en die wilden ook heel graag. Oh. Maar die moesten dus achter de schermen, moesten die schijnbaar nou ja, oh. omhoog gebracht worden. Maar daar stonden allemaal spullen. Daar stonden instrumenten van de voorstelling daarna. Oh jee, oh jee. Dus dat heeft ze heel veel stress veroorzaakt. Oh, ja, dat wisten wij natuurlijk helemaal niet. Nee, klopt. En uh, toen zeiden ze, dan moet je naar dat pleintje in het midden van Tivoli, ergens ja. naar buiten. Ik heb gezegd, nou, dat gaan we niet doen. We doen, als we de foto's doen in de zaal, maar we gaan niet helemaal naar buiten toe, toch? Nou ja, ik wil best, je hebt daar toch een hal naar beneden. Ja, maar wil je wel naartoe lopen. Daar heb ik geen bezwaar als die mensen dat nou leuk vinden. Nee, oh, dat... Ik ben er toch... Ik heb, uh, het hoeft nog geen 3,5 uur te duren, toch? Dit duurde wel lang, hè? Ja, maar jij, als het je het goed dat ze namelijk allemaal wat iets willen zeggen. Ja, ja. Ze hebben allemaal een persoonlijk verhaal. Ja. <laughs> ja. ja. God, en het goed. viel mij op bij jou. Jij wilde echt het tempo erin houden. Jij wilde daar snel vanaf af. Ja, ik zei steeds van ja, u, u, die die manier neer. Mijn vrouw staat nog te wachten en zo. Ja. ja. Omdat ik wel ook wel <laughs> aanzag komen dat ik, we zijn daar nou zeker een half uur bezig geweest of meer. <laughs> ja, dat klopt. Ja. En Tiefelie was dus boos. Ze nooit meer doen. Maar oh. er was ook een nieuwe mevrouw. En die vond dat volgens mij spannend. Want er lagen allemaal kabels op het podium. En dat mocht eigenlijk niet. Dus, uh... Oh, nou ja. Ik het te nemen met een nieuwe mevrouw. Dus die moest even haar, haar gezag laten werken. Laten, laten, laten werken. Ja. Nou ja. We gaan, we gaan akkoord met alle sympathieke en, en praktische condities. Uh, maakt mij niet zo verschrikkelijk veel uit allemaal. Okay. Maar ik ben best reed naar beneden. Waar, waar die uitloop naar de duur is. En dan kan het ook toch of niet? Ja, als jij dat goed vindt, dan vind ik het prima. Ach, ik dacht dat jij heel snel weer naar huis wilde daarna. Nee hoor, dat maakt mij niet uit. Oh. Of ik nou om half elf of om, om half twaalf thuis kom, maakt mij echt niks uit. Oké. Okay. Dan kun je er trouwens toch bij zijn. Hè? Dus als je uh, kaartjes wil uh, voor uh, die voorstelling 28 februari volgende week, dan uh, check de link in de show notes. En uh, de Einstein hebben we nog. Einstein, ja, daar moet ik weer. Want ik heb ooit een stukje geschreven over de speciale en algemene relativiteitstheorie. waarin ik mijn uiterste best heb gedaan om het zo goed mogelijk uit te leggen. Daar moet ik wel weer op opslaan, denk ik, om te kijken of ik dat weer. Want ja, je moet het uitleggen zonder wiskunde natuurlijk. Ja. En dat blijft, dat blijft een enorm probleem. Oké, okay. nou, we hebben nog wel wat onderwerpen die we kunnen. Want, doen. Ja, er zijn allerlei onderwerpen waar ik toch. Euh, laten we zeggen, je weet dat ze er zijn. Je hebt een vaag idee van hoe het ongeveer werkt. Neem die elektromotoren. Het basisidee is eigenlijk vrij simpel, met die magneten. Maar als je dan ziet hoe, wat, wat voor praktische problemen er in de praktijk zijn met elektromotoren, denk je, oeh, ja, want ik begreep bijvoorbeeld dat die elektromotoren van Tesla, dat dat, ja, dat, dat, dat vol zit met, met nieuwe technologische snufjes. Dat het niet voor niks zo goed werkt. Ja, maar ja, wat dat dan precies is, dat is lastig achter te komen. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Hey, en dan dus je loopt eigenlijk we... tegen je eigen onkunde aan. Spinelli nog en de referenda, dat kunnen we de volgende ja, keer doen. Ja, Spinelli wordt... Dat ga ik niet apart doen. Dan, moet, ja. dan moeten we iets doen aan de geschiedenis van de Europese Unie, vanaf het, vanaf het verdrag van Rome. Oké. Okay. Nee, ja, natuurlijk eigenlijk vanaf de EGKS. Maar noem de referenda, want dat kun je makkelijk doen, want daar weet je al wat van. Ja, dat, dat kan ik gewoon. Bovendien kan ik... Dat, dat, dat is ook een kan In lichte tiradevorm kan dat aangeboden worden. Ja, dat is goed. Ja. Dus laten we dan eerst volgende week even de, de referenda doen. En liever gezegd, dat kan aangesneden worden als een algemene probleem. Namelijk de ingrijpende misvatting dat de democratie beter werkt als die democratischer wordt. Het is een lange, lange, moeizame weg waarbij steeds weer geprobeerd wordt om, de om de democratie democratischer te maken. Maar dat is een misvatting. De democratie werkt het beste als die niet altijd democratisch is. Okay. Het klinkt verschrikkelijk, maar zo is het ongeveer. Denk okay. aan de jaren 50. Iedereen hartstikke tevreden over de democratie. Nou kan je verzekeren dat het een stuk minder democratisch was dan het nu is. Heb ik wat? Oh, dat is nog iets wat ik uit te vragen waar ik nog iets over zeggen wil zeggen. Ja? Ik vond het ook wel valide. Wat ja, kan, dat geldt vooral. Hartelijk dank voor uw post. In de ruimste zin van het woord. Eh... Uh, Zelfs voor de wat minder eh, coherente post, zal ik maar zeggen, want eh, daar ga ik ook heel serieus op in. Eh, maar we kunnen niet op alles reageren, dat is wel een punt. Maar wat wilde jij er nog uithalen? Nou, dat was een brief van een geschiedenisleraar. En die zei, ja, er is nu net weer een rapport verschenen dat er meer aandacht moet worden gegeven. ...aan onze koloniale oorlog na 1945 in eh, het voormalige Nederlands-Indië. Eh, dat is door Jet Bussemaker, eh, als ik het wel heb... Eh, ...was de leider van, het, van de samenstelling van dat rapport en onlangs aangeboden. En eh, op zichzelf allemaal heel leuk, maar die geschiedenisleraar... ...die merkte op, ook naar aanleiding van de slavernijdiscussie en dit, en dit rapport... Dat we op moeten passen dat dat verleden eigenlijk niet in de greep raakt van allerlei verschillende lobbygroepen. met hun eigen belangen om bepaalde zaken in de geschiedenis wat meer aandacht te geven dan anderen. En daar heeft hij naar mijn idee groot gelijk in. Het gaat er mij om dat het geschiedenisonderwijs in de breedste zin. in het middelbaar onderwijs. VMBO en VWO en gymnasium, wat mij betreft. Dat dat uitgebreid wordt en dat je dus niet kunt kiezen voor profielen waar helemaal geen geschiedenis in zit. Vooral natuurlijk nadat je de Bondenbouw verlaten hebt. Hè. Dat is denk ik vanaf de derde of de vierde klas. Ja, ik weet nooit precies hoe het woorden in elkaar zit. Uh, ja, daar ben ik voor. Dat aan geschiedenis in de ruimte. Niet aan allerlei modieuze onderwerpen die we nu ineens geweldig belangrijk of interessant vinden. Hoewel ze dat best zullen zijn. Nee, het gaat om een brede aandacht voor het historisch proces. En zowel natuurlijk met aandacht voor de specifieke en deels heel interessante geschiedenis van Nederland, vooral natuurlijk de Nederlandse Republiek in allerlei opzichten, maar ook een brede de geschiedenis van Europa. En, wat mij betreft, ook de geschiedenis van de wereld. Want als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het, het curriculum wat ik gestudeerd heb, ik ben in 1962 geschiedenis gaan studeren. Nou, eigenlijk begin 1963, maar goed, geschiedenis gaan studeren. En dat was een totaal ander curriculum dan wat, uh, dan wat er nu gegeven wordt. En waar je aan kan zien hoe, hoe wisselend eigenlijk onze opvattingen zijn over wat uh, historisch gezien belangrijk is en wat niet. Deze ik de... kan me niet herinneren dat ooit iemand het woord China gebruikt heeft in mijn studietijd. Hmm. Dus ja, ik vind dat in brede zin en dat we inderdaad op moeten passen dat niet bepaalde onderwerpen eigenlijk nou ja, vooral aan de orde worden gesteld. Eh, omdat dat nu relevant en in de mode is. of politiek gewicht lijkt te hebben. Sowieso is het de laatste jaren toch, voor zover ergens belangstelling voor geschiedenis is. wordt die geschiedenis naar mijn idee vaak misbruikt voor presentistische. hoe heet dat? Eh, voor contemporane politieke doeleinden, maar daar is de geschiedenis niet voor. Ja, ik weet niet wie houdt er ook eens toezicht op wie? Ja, ik ben de organisatie nu vergeten, maar er is een organisatie die dit, die dit uitschrijft en die zegt dit moet gegeven worden. Ja, je loopt hier tegen een onoplosbaar, gigantisch probleem aan en tegelijkertijd ook, ook, tegelijkertijd ook het paradijs vormt een onderdeel van dat gigantische probleem, namelijk het lerarenprobleem. Meneer de Jong, die mijn geschiedenisleraar was in de eerste en tweede klas van de middelbare school. Creëerde voor mij het paradijs. Wat betreft het onderwijs, Maar je hebt natuurlijk ook verschrikkelijk. Daarna kwam uh, God. Ik, ja kwam iemand op straat tegen die zei: U moet toch oppassen dat u dat u, juffrouw Admiraal, want dat was mijn latere geschiedenisler, dat u die niet zo zwart maakt. Want eigenlijk was ze heel aardig en goed. Nou, dat vond ik dus niet. Hè? Ze had overigens als historica bij VI een topindruk kunnen maken. <laughs> Sorry. <laughs> maar uh, ja, ik, ik heb dus binnen, binnen drie jaar heb ik kennis gemaakt met, met de meest fantastische leraar die ik ooit gehad heb. En, en met de meest waardeloze geschiedenislerares uh, die ik ooit gehad heb. Maar ik kwam dus iemand tegen op straat die je daarop aansprak? Ja, die zei van ja, u heeft al meerdere malen gezegd dat juffrouw uh, Admiraal zo'n waardeloze lerares was. Maar hij vond haar erg aardig en ze deed het leuk met de kindertjes en zo. <coughs> het was... Inhoudelijk waardeloos. Stompzinnig. Kan niet anders zeggen. Was dat hier in het park? Ja, ik heb dat er wel eens verteld. Dat, dat, dat ze. Dat ze dat, we kwamen aan. Nou in 1914. Zeiden: Ja, jongens. we slaan de Eerste Wereldoorlog over. Want Nederland was niet betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Nou ja. Echt waar, wij waren toen. Ja. Derde klas gymnasium is dat. Daar waren we, ik was niet de enige die protesteerde. Ja, meerdere jongens zeiden, ja, juf, dat kan echt niet. Daar nou had ze niks mee te maken. De Eerste Wereldoorlog sloegen we over. Marxisme sloegen we ook over. Ja, dat je iedereen hetzelfde moest geven, dat begrepen wij ook wel, dat kon toch niet. Dus daar ging ze geen les over geven. Nou ja, zo ging het maar door, joh. Het was verschrikkelijk. Maar je weet dus, uh, voor de luisteraars, als je dus ook iets wil doorgeven, het kan ook dus gewoon in het park, als je, als je jou ziet. Okay. Ja, ik, kan, ik ben aanspreekbaar. Als hij maar niet verschrikkelijk boos wordt of gaat schelden of zo, dat vind ik niet prettig. Nee. Volgens mij is dat toch ook onder studenten in Utrecht zo'n mythe dat je, dat je pas echt een Utrechter bent als je Maarten van Rosman een keer live hebt zien lopen. of zien wel Zo, nou, dat moet mogelijk zijn. Aangezien <laughs> ja. ik praktisch elke dag live rondloop hier. En bovendien een notoren wandelaar ben. Maar ja, als het donker is natuurlijk, dan, dan zie je het niet zo. Okay. Ik heb maar... die brief gevonden trouwens, van, die ook nog ging over de oorlog. Uh, dat uh, gaat over het gevaar van kernwapens. Jullie hebben toen niet benoemd het fout inschatten of er een aanval is waarbij het beslisvenster ja, eigenlijk niet ja, betreft. Ja, 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 Dat is een bekend punt natuurlijk. Er zijn meerdere, ja. meerdere uh, momenten bekend. waarop de Amerikaanse radar de indruk gaf dat de Russen er nu aankwamen. Uh, en dan bleek het een vlucht pelikanen te zijn of zo, of. of. Andere grote vogels of het was een wolkenformatie die eruit zag ja, als, als, als een aanval. Dat is waar. Er zijn ook wel voorbeelden van nou ja, dat iemand dan op dat moment een betrekkelijk laag in, de, in, de, in laat zeggen, de strategische pikorde een beslissing moet nemen. En dat hij dacht, nou ja, gezien de omstandigheden lijkt het me zo onwaarschijnlijk dat de Russen nu met een kernoorlog zijn begonnen dat ik, ik negeer het. Hmm. Dat is volgens mij meerdere malen gebeurd. De Amerikanen zijn meerdere malen op diverse locaties bommen kwijtgeraakt die naar beneden vielen. Ja, bij de Spaanse kust ooit en ook wel boven Continentale Amerika. Dus ja, dat, dat risico zit er natuurlijk altijd in. Dat kun je alleen verhinderen door, door uh, te voorkomen dat, dat op het laagste niveau een, een definitieve beslissing kan worden genomen om die wapens te gebruiken. Dat is een beetje de thematiek natuurlijk van, van uh, hoe heet het? Uh, een bekende film over dit, over dit drama. Kom op. Die we al vaak genoeg besproken hebben, volgens mij. Eh. Nou ja, dat gaat ook over de kernoorlog. En dan is er een Amerikaanse halve garen die ook weer aan een complottheorie gelooft. Heel interessant op zichzelf. Eh. Dat ik daar nou weer niet op kan komen, dat gebeurt, maar nou toch wel vrij regelmatig. Mijn leeftijd gaat wel een rol spelen, kennelijk. In zwart-wit filmen met. met uh, hoe heet het? Uh, Pieter Sellers. Je moet zo... echt uh, Chat uh, GPT even gebruiken. Dan kun je het zo intikken. Oh, Chat GPT, ja. Kan dat misschien ook de hele rest van de podcast doen? <lacht> <Ja>. <lacht> ook lollig. <laughs> ik kan, kan Chat ook al behoorlijk Nederlands spreken. Nee, dat ik... nog niet, volgens mij? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, volgens mij niet zijn, worden steeds. Ik lees steeds over de hoogste amusante voorbeelden. Dat zet het volledig bij het verkeerde eind. En <laughs> ja, dat hij dan eigenlijk met verantwoord proza ontzettend stopzinnig antwoord geeft. <laughs> het ging er ook over, weet ik. Het Eerst gefotografeerde planeet van buiten ons planeet is zoiets, was het. Las je dat in de kwaliteitskrant of heeft een gek op Twitter dat gezegd? Nee, dat las ik in de Amerikaanse kwaliteitskrant, de oh, oh, okay. New York Times. Oké, okay, dus die waren kritisch. 15 dollar per maand, dames en heren. Dat He, is te geven. U kunt ook de economistraat puur digitaal nemen. Dan eh, leest u ook eens wat waar je het misschien wel niet mee eens bent. Maar het is wel leerzaam. Je kunt schijnbaar ook intikken van wat zijn de hoogtepunten. Of wat, is eigenlijk wat zijn de belangrijkste punten die Maarten Verrossem in zijn podcast heeft gedeeld? En dan maakt hij daar een samenvatting van. Oh, dat is wel handig. Ja. Want ik, want ik heb heel wat puntjes. Dan kan ik ook maar rustig afdwalen op allerlei punten. Want dan zou dat ook meegenomen worden dan. Dat haalt hij dan eruit. Zegt hij, dit is niet de hoofdzaak. Dus dat schapt hij dan. Nou ja, dan hebben we volgens mij alle brieven en zo. Hoe laat is het nu? Ik denk, ik dat het zo rond vier uur is. Ja, kijk, precies vier uur. Nou, het is fantastisch. Dan heb ik alle tijd om, ja. om mij gereed te maken voor de feestelijkheden voor mijn zwager. Ja, hij is al tachtig geworden. Die is maar, wat, joh. Maar jij houdt niet van feesten, toch? Oh, gek idee. Kun je een beetje kijken hoe. Nee, je... hey, dit is rustig. Oh. Gaan we met mensen, gaan we met een paar mensen, gaan we in een soort kasteeltje wat eten en zo. Dus het is. Het is Nee, wat dat betreft is mijn zwager een door en door betrouwbare persoon. De kans dat daar de Polonaise gelopen wordt. Of dat wij onder elkaar na de wijn schuine moppen gaan vertellen. Of anderszins uit de band gaan springen. Op luchtige wijze, nee. Dat gaat niet gebeuren. Kun je wel een beetje kijken hoe je het zelf kunt vormgeven later dit jaar? Ja, dat is nog een heel probleem wat ik met die verjaardag aan moet. Mijn tachtigste verjaardag. Ja, maar mensen uitnodigen. Een soort van receptie. Nou ja. Het, nogmaals, het moet niet te feestelijk worden. Je hè? kunt ook gewoon niks doen. Ja, dat is ook een mogelijkheid. Het moet, niet te, het, moet, het moet gezellig zijn, maar niet al te feestelijk. Kijk, het moet wel een forse taart zijn. Hè? Echt een grote, wat mij betreft zelfs licht ordinaire taart. Dus het is ook weer niet zo'n, zo'n, zo'n. ...artistiek product, eh, dat het moet gewoon een ouderwetse, beetje zompige taart zijn. Met zo'n foto van jezelf erop? Nee, nee, die wil ik helemaal niet, want je weet... ...dat is een heel groot probleem met die foto's op die taarten. Er was verteld dat we bij de slimste mensen... ...ja, nu zijn ze er zo aan gewend dat het succesvol is... ...dat die taarten zijn afgeschaft, jammer genoeg. En dan kregen we een hele grote taart en dan stond een foto op van Filip en mij... En, en Philip had, had er helemaal geen problemen mee. Die snee gewoon door onze hoofden heen. Maar ik, ik kon dat niet over mijn hart verkrijgen. Dus tenslotte heb ik een, een, een stukje met mijn hoofd erop heb ik mee naar huis genomen. <laughs> en, en, en geprobeerd te bewaren eigenlijk voor de eeuwigheid. Ik ben, ben, ben totaal vergeten wat er tenslotte mee gebeurd is. Maar ik kon niet door mijn eigen hoofd snijden. Totaal niet. Kijk, de rest, dat, zit, dat was helemaal geen probleem, om door mijn buik te snijden of mijn benen, maar mijn hoofd, ik kon, het dan, ik kon er niet toe komen. En wil je dat de burgemeester komt op je verjaardag? Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Met een lintje? Nee, ik vind een braaf mens, maar dat hoeft helemaal niet. Oké, okay, je wil geen lintje? Ik wil helemaal geen lintje. Oké. Okay. als mensen nou zeggen, hij heeft zoveel betekend voor de geschiedenis. Nee, en, ik wil geen lintje. Want een lintje komt van het koninkhuis. Dat is een koninklijke onderscheiding. Ik wil helemaal geen koninklijke onderscheiding. Ik ben geen onderdaam. Ik ben, ik ben, ben enigszins contre Ben ik uh, de landgenoot van een landgenoot in een land. wat een erfelijk koningschap heeft. In plaats dat het gewoon. volgens alle regels van de kunst. een fatsoenlijke republiek is. Dus als iemand denkt. Hey, dit is een leuk ideetje dit regelen. dan weiger je het op dat moment. Jazeker. Okay. Daarom ik waarschuw nu maar vast. heb ik al, trouwens al jaren geleden ook al gedaan. Nee, u hoeft <laughs> geen moeite te doen. Volgens hem hoeft geen lintje. Echt niet. Echt niet. Ik, ik ben zelfs geneigd zeggen, sturen door naar VI. Hè? <laughs> dat, dat, dat die jongens gun ik graag een lintje. Officieren de orde van Oranje Nassau. Prima, de luxe. Maar ik niet. Oké. Okay. Ja, heb je het voor de dus nog even om daarover na te denken? Hoe je ja. het wil geven? Ja. Sterker nog, ik moet het eerst nog zien te ja, 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 halen, ja. toch? Ja, dat is waar. Het is, het is vanaf dit moment nog, nou, één maand eraf, de 24. Ja, het is toch al dan nog acht, negen maanden. Ja, ja, Dat is waar. Maar je zei de vorige week: de, als je ouder wordt, gaat de tijd sneller dan dat je denkt. Ja, dat is soms meer een feit. Je hebt nog geen pap gezegd. Of het is er weer voorjaar, ja, zomer, herfst. Gaan ze maar doen. Oké. Okay. Hartstikke goed. Nou, ik wens je veel plezier straks. Ja. Dat mooi. Het vast. wordt vast gezellig. Doe het zelf maar. Oude lul. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is. Tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon 's avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast c -Devil. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.